Beste kijkeraars, dit wordt een hele leuke nieuwsuitzending, want ik heb aan de lijn Jurk Griesman uit Leuven en omgeving. En Jurk heeft het bereid gevonden om met ons, we gaan met z'n tweeën, we gaan het een beetje in algemene zin hebben over van alles en nog wat. En omdat Jurk zo'n beetje de wandelende encyclopedie van het internet is, komen we vast wel met leuke dingen die jij interessant zal vinden. We hebben dit niet geschript, we gaan even freewheelen zoals het heet. Maar you believe me, dit wordt een aangename, interessante uitzending. Dag Jurk en van harte welkom. Ja, dag Perry, bedankt voor die introductie, wandelende encyclopedie, my ass. Was maar waar. Ja, nee, maar daar zijn wel een paar leuke dingen over die wij eens kunnen gaan klappen en die mensen misschien ook eens gaan interesseren. Ik zal het een keer zo zeggen. De hand van God leidt ons in alle stappen van ons leven. Mm-hmm. En hoe dat God werkt is voor ons soms gewoon ondoorgrondelijk. Ja. Enkele weken geleden heeft Maximilian daarin geslaagd om dat boek Romanismus und die Reformation, in Vlaams Romanisme en de Reformatie, compleet af te sluiten. Mm-hmm. Hij heeft daar maanden lang aan gezeten en heeft dat boek gewoon helemaal alleen vertaald. Hij had geen enkele hulp daarbij, okay. Behalve natuurlijk de Heilige Geest. Ja. Hij heeft dat boek van Henry Gretton Guinness uit 1888 in 420 bladzijden op PDF vertaald naar het Duits en dit heeft ongeveer 220 bladzijden. Wij hebben dan, als dat boek compleet was, heb ik dat op mijn archive.org gezet. Ja. En nu is er een paar dagen geleden iets gebeurd dat iemand zei van, oh maar kijk, hier is Romanisme en de Reformatie als boek in Duits. Mm-hmm. Kijk eens hier. Ja, nu kun je eens een keer mijn scherm gaan zien. Dan zie je hier een foto dat ik genomen heb. Ja. Romanismus und die Reformation. Buch versandt kostenfrei bij weltbild.de. Mhm. Dus dat boek wordt zonder verzendingskosten verkocht bij weltbild.de. Oké. Boeken bij weltbild.de. Nu Romanisme en de Reformatie van Henry Gretton Guinness. Versand kostenfrei, dus zonder transportkosten kopen bij weltbild.de. Boekspecialist. Mm-hmm. Ik heb daar een foto van genomen. Ik kan je die website niet meer laten zien, want die website hebben ze ondertussen weggehaald. In de beschrijving, als je op die website ging, was duidelijk te lezen dat het hier gaat over een boek van 1888 in de originale vertaling van 1888. Dan zei ik, dat is toch niet mogelijk? Nee. Want Henry Gretton Guinness heeft dat boek 1888 geschreven. En Maximilian heeft dan contact opgenomen met die mensen en is er vandaag achtergekomen dat ze daadwerkelijk zijn vertaling, mm-hmm, onze, die wij gratis op internet op archive ter beschikking gesteld hebben, daar vandaan gehaald hebben, omdat er geen copyright was, hebben ze daar een boek van gemaakt. Ach. En nu hadden ze natuurlijk schrik als Max hen contacteerde dat hij nu ineens copyright aanspraken zou maken, maar dat was helemaal niet zijn idee. Mm-hmm. Maar nu komt het goeie. Hij gaat met die mensen daarover praten. Zij zijn uiteraard niet bereid om ook maar iets daarvoor te betalen. Misschien kunnen we een paar gratis kopieën hebben. Daar heb ik ook geen probleem mee. Mm-hmm. Maar stel dat deze uitgeverij nu daadwerkelijk zegt, oké, wij gaan dat boek daadwerkelijk op de markt brengen. Mm-hmm. Dan heeft de vertaling die Max helemaal alleen gedaan heeft en dat boek dat ik in 35 lezingen op mijn YouTube-kanaal compleet doorgelezen en gediscussieerd heb, mm-hmm, dan heeft het boek, zonder dat wij daar iets voor gedaan hebben, namelijk door de hand van God, mm-hmm, een kanaal gevonden om in deze antichristelijke wereld verdeeld te worden. Ja. En dan ben ik natuurlijk direct bij Max nog wat verder gegaan. We hebben daar straks getelefoneerd. Ik zeg van, ja kijk, als ze dat dan willen doen, laat ze dan ook heersers van het kwaad. Ja. Hebben ze dat beuzen van printen. Vector, ja. Dat boek is ja ook ondertussen compleet beschikbaar op het internet. Ja? Mm-hmm. En laat ze toch ook behind the dictators, achter de dictatoren, ja, printen. Wie dat zijn allemaal, dat heeft Victor vertaald. Victor ook, want Victor heeft ook die andere toch vertaald? Ja, dus Herrscher des Bösen, ja, daarvan is de basisvertaling is gedaan van Stefan. Ja. En daar moest dan nog heel, heel veel bijgewerkt worden, maar de basis was er al gelegd. Mm-hmm. En alles wat bijgewerkt moest worden, dat heeft min of meer Victor gedaan. Aha. En hij heeft het ook al zover gekregen dat hij op zijn archive.org ondertussen ook al twee versies heeft. Ik kan je die eens een keer laten zien.
Gaan we eventjes een keer wachten. Moet ik een keer even mijn scherm wegdoen als je wilt. Want daar zijn gegevens die ik niet wil delen op het internet. Ja, maar jouw scherm even weg. Wacht even hoor. Ja, doe maar even weg. Ja, dat doe ik even zo. Ja. Oké. Oké, oké. Je kunt het direct terugnemen. Ik laat het je direct terugzien. Ja, ja, nu kan daar, zijn, daar zijn gegevens hier op mijn scherm die ik nu niet met iedereen wil delen. Daarom dat ik het maar eventjes zeg. Geen probleem, ze kijken nu Nu kun je het scherm terug gaan delen. Oké, even een seconde. En nu zie je hier dus het archive, die bibliotheek van Victor, die hem nog maar juist opgemaakt heeft. Dus hij heeft er nog maar twee dingen op staan. Dat is twee keren Herrscher des Bösen, Herrschers van het Kwaad. En dat is ene keer de gewone boekversie, gelijk dat ik ze op mijn archive ook heb. Ja. En dan staat hier drukvoorlage. Dus dat is in feite de versie die goed is voor een printer. Want hij heeft ja ook al, hij is ook al eens een keer bij een online printer geweest. Mm-hmm. En heeft dat boek in opdracht gegeven om te kunnen gaan printen. Dat wij dat voor een paar centen, min of meer, kunnen laten uitprinten. Dat is dat boek hier, zoals je kunt zien. Ja? Oh, echt maar heel mooi. Typografie is ook erg mooi. Ja, dat is heel schoon. Dat is heel schoon gedaan. Ja, en dat kun je hier dus downloaden als Fulltext, als JPEG, als Kindle, als PDF. Allemaal gratis, ja? Ja. En dan staat er hier dus, ja, diese PDF-Versie ist in Druckvorlage, in PDF-A-Format mit 3 mm Anschnitt je Seite. Das ist, um dafür zu sorgen, dass das ausgeprintet kann worden durch einen Drücker. Ja? Wow, ja. So könnt ihr ja das tun. So, und interessant hierbei ist, da gab es nicht mehr durch, weil hier habe ich, denke ich, auch das Bild bei. Bei die von der Jörs, was das Bild nicht bei. Voilà, hier habt ihr ja das Cover. Ook volledig in Duits gedaan, Herrscher des Bösen. En dat boek heeft dus 328 of 329 bladzijden, denk ik. Staat er hier nu niet bij. Ja, maar, dus, ja. Maar dus hebben we de mogelijkheid om, en dat geeft hier ook mee bij, ja, Creative Commons, non-commercial use en zo verder. En 381 bladzijden, zie je? Hier. 381 hier staat het. Dus dat is wel een echt groot werk in feite, wat daarmee gedaan geweest is met Herrscher des Bösen. En we hebben nu misschien die mogelijkheid om via deze printerij, als zij Romanisme en de Reformatie terug bij hun opnemen, als ze daarmee akkoord gaan, als ze dat doen, eventueel die mensen ook dit boek te laten afprinten, ja. Of hun ook ein anderes Buch zu laden, abprinten. Ich soll dir das eben just laden sehen. Ich habe es ja gesagt, hinter den Diktatoren. Ich bin ja nie ingesigned. Warte, so muss ich jetzt nicht hier einen anderen Browser open tun. Und anders muss ich mal da integrieren. Da habe ich keinen Sinn. Und hier bin ich ingetegend in archive.org. Das ist nun mein Library und archive.org. Da stand mehr ob, da stand Videos ob, da stand Buchen ob. En daar hebben we ook het boek Hinter den Diktatoren. Dus hier hebben wij de Jesuiten en das Deutsche Reich, Herrscher des Bösen. 1876 keren gedownload tot nu toe, van 15 juni online. Dat is al redelijk wat bezien. Je hebt de Romanisme en de Reformatie. Ja? Ja. En hier hebt de Achter den Diktatoren, Hinter den Diktatoren, Drahtzieher auf der Schliche. Ja. So. En dit boek heeft hij dus ook volledig, is nog geen cover gedaan, heeft hij dus ook volledig vertaald. En dan hebben we misschien de mogelijkheid om ook dit compleet te laten printen, eventueel via die maatschappij. Mag ik nog even, een stukje naar onder wil scrollen? Dan staat er in die subtitel. Eine faktische Analyse der Beziehung zwischen Nazi-Fascismus und römischen Katholizismus. Ja, dus een faktische analyse van de relatie tussen nazifascisme en het Romeinse katholicisme. Ja, dat is iets dat weet nog niet eens 1 promiel van de Nederlandse bevolking. Nee, nog niet eens 1 promiel. Nee, en ook niet van de Belgen. En als je naar kapitel 12 gaat, het racisme, hoe noemt dat hier, pro-Germanismus van Pius dem 12, dus pro-Germanisme van Antichrist Pius dem 12, ja. Dan kom je daadwerkelijk heel veel te weten over het racisme. Het racisme is gebaseerd natuurlijk, hier begint het op deze bladzijde, het racisme is natuurlijk gebaseerd op
Ach, sorry, nee, dat is hier over Dinge Erzberger. Nee, nee, das ist davor. Das ist das Kapitel davor. Nichts verkehrt vertellen hier. Het gaat over die Belg. Rexisme, ja, Rex. Dat is dus Leon de Grey. Die in de Tweede Wereldoorlog de fascistische leider hier. Nee, welk is dat? Dat is kapitel 11 dan. Rexismus en katholische Aktion. Ja. Hier. Ja. Leon de Grey, dat is de fascistische leider van België in de Tweede Wereldoorlog. Ja? Mm-hmm. En hoe dat die met de nazi's samengewerkt heeft, dat weet geen enkele Vlaming vandaag de dag, want dat wordt hier nooit niet geleerd. En hier hebben we een extra nieuwe artikel mee bijgedaan van Dirk-Jan Epping van 2012 over Van Rompuy, die uitspraak gedaan heeft, wij zijn allemaal Jezuïeten. Dat is hier ook weer in dat geïntegreerd. Heeft Herman Van Rompuy dat gezegd? Hij heeft dat gezegd, ja. En... Even voor de kijkeraars, Herman van Rompuy, het was ooit zo dat toen het gedoe kwam met die EU, dat er gezegd werd, dat is allemaal best, maar dan hebben we het over een handelsverdragsorganisatie en die heeft dus geen president nodig. Het gaat puur om een handelsverdrag en we willen geen president. En wat kregen wij vervolgens? Een president. En wie was de eerste president? Herman van Rompuy, alsjeblieft. Ja. Want wij wilden geen president, dus kregen wij Herman van Rompuy en... Hij heeft dus gezegd, wij zijn allemaal Jezuïeten. Nou, dat zegt ook iets over wat Van Rompuy zelf is. Van Rompuy zelf is op 3 verschillende Belgische Jezuïetencolleges opgeleid. Hoppakee. Sint-Jan Bergmans, Charleroi. Mm-hmm. En ik weet niet waar de derde is. Ik denk Brugge is hem ook nog een keer geweest of zo. Op 3 verschillende Jezuïeten hogescholen is hij in België geweest. Hij is compleet Jezuïetisch opgevoed. Ja. Daar is helemaal geen twijfel aan. Ja. Inderdaad dat die man zo'n lelijk hoofd heeft. Ja, en pas op, en die heeft als premierminister nog niet eens erin geslaagd om België te leiden. Maar heel Europa kost hem wel leiden, bij wijze van spreken. Ja, maar heel Europa moet in de afgrond. Daar is hem dan dus de goede mens voor geweest. Ja, hier is die die link van DJ Epping. EU-blog, We Are All Jesuits. Daar kunnen dan al lezen. Die heeft dus een blog gemaakt, die Epping. En dat is dus hier 1, 2 en hier beginnen die 3 bladzijden. Iets extra wat wij ook nog, of wat Victor ook nog vertaald heeft. Dus hij heeft ook nog extra werk gedaan. Het is niet alleen het boek, er is nog extra werk daarmee bij. Ja. Kapitel 12 is in het originele boek van Leo Herbert Liemann zelfs nog niet in. Ja? Daar gaat het over die verdrag van Londen van 1915, die geheime verdrag. Mm-hmm. Waar Matthias Erzberger was. En dan hebben we hier nog een papier vertaald, enkele bladzijden lang, van Richard Bennett, die je hier ook waarschijnlijk kent, die van Berean Beacon. Ja. Die was 22 jaar lang Romeins-Katholieke priest, voornamelijk in Trinidad. En is dan eruit gekomen uit die kerk en is vandaag een verwende protestant die via BereanBeacon.org, zijn website, heel veel video's en dergelijke produceert om katholieken wakker te maken dat ze de roep van God in Openbaring 18 vers 4 volgen van kom heraut uit haar mijn volk, dat je niet deelneemt aan haar plagen, dat je niet ontvangt van haar zonde. Ja, of hoe dat in Vlaams noemt, ik kan dat nu in Vlaams niet zo goed zeggen, ik kan het in Engels en Duits beter. Mm-hmm. In elk geval, die heeft een papier gemaakt, dat noemt Rome, de Paus en de Europese Unie. Ja. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bladzijden. Hoppakee. En dat heeft hem ook nog daarbij vertaald. En daar hebben wij in 8 uitzendingen ook video's opgenomen. Dus al die lezingen zijn compleet op video opgenomen. En dat heb ik momenteel hier, om je dat eens een keer te laten zien. Ik heb een kanaal opgericht, Stunde der Wahrheit in Duits, op BitChute. En ik heb hier op BitChute ondertussen de afgelopen weken Videos opgeladen. Herrscher des Bösen, zeg ik auch. Hinter den Diktatoren ist nu komplett opgeladen. Dat laatste video is hier nog eventjes aan het processeren, aan het verwerken. Want dat heb ik opnieuw moeten doen, want dat duurde te lang. BitChute is soms niet helemaal bij. Maar al die andere video's zijn erop. Dus dat zijn alle 45 video's van die lezing. Ja. Hinter den Diktatoren, alles wat je hier ziet, is allemaal dat. Heb ik allemaal de laatste dagen opgeladen. 45 verschillende dingen, delen. En wat ik hier ook opgeladen heb, is een boek dat ik op YouTube zelf nog niet gepubliceerd heb. Alleen de eerste 4 lezingen. En dat boek noemt Met God und den Faschisten. Hier, nummer 9 zie je hier. Met God und den Faschisten zijn 20 delen in totaal. Dat is hier het cover van het boek.
deze hier. Ja. Kunnen we even naartoe gaan. Dan zie je dat hier iets groter. Ja? Dat is dus dat, dat boek van Karl-Heinz Deschner. En dat gaat in 5 kapitels over de reis, de opgang van Mussolini tot fascistische leider in Italië, de opgang van Franco tot fascistische leider in Spanje, en de opgang van Hitler tot fascistische Nazi-leider in Duitsland en de samenwerking van Duitsland met de Vatikan. En in de 5e kapitel gaat het over die vreselijke genocide die gebeurd is in de onafhankelijke staat van Kroatië tussen 1941 en 1945. Ja. Daar gaat Karl-Heinz Deschner daarop in. En ik heb dus daar 4 video's over gemaakt, over de inleiding van het boek en het laatste 5e kapitel, samen met nog een beetje extra werk van mij. Extra vertalingen die ik daarin gedaan heb ook. En dat vind je hier dus in. En dat is dus echt ook zeer interessant. Die boekledingen zijn 20 lezingen, zoals ik zei, die je allemaal hier op BitChute bij mij kunt vinden. Volledig gratis. En dus ja, dat boek zelf kun je kopen. Dat is vrij beschikbaar op de markt. Dat kun je krijgen. Maar dat zijn dus hier met Gott und den Faschisten. Ja. 20 video's ook nog een keer. Die dus ook over de Tweede Wereldoorlog gaan. Je wilde ja vandaag eigenlijk over de Eerste Wereldoorlog een beetje spreken. Okay. En over de Tweede Wereldoorlog. Dat kunnen we ook direct doen. Maar wat ik eventjes een keer wilde zeggen gewoon is van kijk. Ich habe hier diesen BitChute-Kanal gemacht mit dem deutschen Namen Stunde der Wahrheit. Da bin ich Joggler66 ob zu finden. Ich habe nun auch einen englischen Kanal, Hour of the Truth auf BitChute. Da habe ich nochmal just 3 Videos abgeladen, tot nütu. Das da bin ich nochmal just in Beginn. Da kann ich hier eben just hier laden sehen, wann das habe ich hier. Da haben wir da eben just nicht gerne zu. Ich bin hier eingeloggt mit diesem Kanal. Hier habt ihr das The Greatest Deception Since the Garden of Eden and Daniel 70 Years Week Prophecy. Das ist ein Video von Kees Kampfschäfer, das ich hier abgeladen habe. Und dann habe ich hier John Wycliffe, The Morning Star of the Reformation, ein Video, das ihr sehr möglich auf Internet findet, abgeladen hier. Da bin ich nun begonnen. Und nun gehe ich hier auf diesem Kanal alle 99 Lesungen von Tom Fresk Global Vatican abladen. Da beginne ich dann in die Logik. Die ist geweldig, ja. Die staat op Vimeo nu op dit ogenblik, maar die ga ik dus hier op BitChute nu ook omhoog laden. Ja, ja. Ja, dat was zover wat ik hier graag een keer over wilde vertellen. Een beetje een eigen zaak, maar vooral dus dat door de voeging van God, en dat vind ik het meest belangrijk om eventjes een keer mee af te sluiten, dat door de voeging van God onze vertaling van Romanisme en de Reformatie opgepikt is van deze uitgeverij, die dus gewoon op archive.org, dat hebben ze ook toegegeven in een e-mail aan Max, die zijn naar archive.org gegaan, hebben dat PDF van hem daar gepakt en we gezien van, dat is een schitterende vertaling, daar gaan we een boek van maken. En ja, ik heb daar niks op tegen. Het zou natuurlijk fijn zijn als man er iets aan kon verdienen, maar ze zeggen van nee, we geven geen tantiemen uit en we betalen mensen niet daarvoor en dergelijke dingen. Ja, goed, dan moeten ze dat geld maar pakken. Ik heb daar geen probleem mee. Ja. Vrij heb ik ontvangen, vrij zal ik geven. Ja? Als zij daar geld mee verdienen, goed. Dat enige wat we vragen is van vermeld in dat boek dan de website waar de boeklezing te vinden is. Vermeld mijn website, vermeld Maximilian die dat boek vertaald heeft. Ja. Daar zijn ze allemaal mee akkoord blijkbaar. Ja, en dan kan dat boek dus wel in print gaan en dan kun je dat kopen voor tussen de 25 en 30 euro blijkbaar. Want dat is toch 220 bladzijden en een goede kwaliteit, nog niet te veel geld. Ah, oké. Okay. Voor zoiets unieks en ik zal je natuurlijk op de hoogte houden als dat dan beschikbaar is. Want momenteel is dat uiteraard nog niemand. Wij gaan nu en de volgende dagen en weken pas beginnen met die mensen te spreken en zien dat ze dat boek toch op de markt brengen. Want zij hebben het terug afgehaald, daarom heb ik ook de website nu niet kunnen laten zien. Die website leidt tot het niks als je daar nu naartoe gaat. Mm-hmm. Die klinkt veel van Romanisme en de Reformatie. Want ja, ze hadden ineens schrik dat zij een copyright dingen aan de broek zal smeerd krijgen. Maar dat willen wij niet. We willen alleen maar vragen van ja, waar heb je die vertaling vandaan. Ja. Want wij hebben ook een vertaling gemaakt. En dan kwam er dus in feite uit dat zij onze vertaling gebruikt hebben. Ne? En dan zeggen we, oké, als je dan onze vertaling gebruikt, geef ons dan een paar van die boeken af, doe dit en dit daarmee in. En wij gaan hun in de toekomst dus ook voorstellen, Herrscher des Bösen te drukken. Achter de dictatoren te drukken. En achter de dictatoren, mijn lieve broeder, is vertaald van een zus in Christus naar het Roemeens. Oh. Staat op dit ogenblik compleet vrij beschikbaar in Roemeens op archive.org ter beschikking. En een andere zuster gaat Romanisme en de Reformatie nu beginnen vertalen naar het Aramees. Oh.
Dus we hebben op die manier zelfs de kans om heel veel Mohammedanen te bereiken met dat boek. En uiteindelijk misschien ook enkele Joden en dergelijke dingen meer, die ja ook Arameërs nog misschien hier en daar een keer praten. Ja. Naast hun Hebreeuws. Dus wij gaan dus een lawine daarvan maken. Wij gaan proberen al die boeken in, zoveel mogelijk verschillende talen te vertalen. Naast Duits, Aramees, Roemeens en dergelijke. En dan proberen die via uitgeverijen te kunnen laten printen, dat mensen over heel de wereld deze boeken kunnen kopen. Want ja, je hebt altijd veel mensen ook die niet veel kaas gegeten hebben van het internet. Maar als je die mensen de mogelijkheid geeft om een boek te kopen, dan zijn ze daar wel in geïnteresseerd. En ja, zo en bereiken we het misschien ook. Een boek leest prettiger dan vanaf het scherm. Ja, oké. Okay. Ik heb nu geen probleem daarmee om op het scherm een pdf te lezen, want dat is mijn ding. En ik produceer ja ook zo mijn video's en voor mij is dat goed zo. Maar over het algemeen geef ik gelijk. In de zetel zitten, een kopje thee bijpakken, rustig gaan zitten en een boekje gaan lezen, is zeker niet van de verkeerdste dingen die je kunt doen. Neem dan mijn Statenvertaling Bijbeltje. Een heel simpel dingetje. Dat vind ik toch wel heel fijn om dat gewoon in de hand te hebben. Mm. Terwijl ik het ook op internet heb ik het ook wel. Maar... Ja. Zo even te bladeren vind ik toch wel leuk. Ja. Dat wilde ik dus eventjes een keer met jou delen in, met deze betrekking, omdat ik dat heel interessant vond om een keer onze toeschouwers eventueel een keer mee te delen. Mm-hmm. En hun een keer aan te tonen hoe dat de hand van God werkt. Mm-hmm. Ja, dat is heel bijzonder. Er wordt heel veel ook even voor de mensen dan... dat. Wat de christenen zeggen, de hand van God of door de tussenkomst van de Heilige Geest, dat komt niet alleen uit de christelijke hoek. Ook andere mensen die een zachtmoedige blik hebben op de wereld en ja, zeg maar, naar de normen en waarden zich christelijk gedragen, ook al staan ze dan niet bijbelversen te citeren, maar ook die spreken ervan. Ook die merken het op. Er is iets, dat kan je dan een andere term geven dan God, hè? Maar die is acterend, die is actief in deze wereld. Het enige wat hij zoekt, wat het mogelijk maakt dat hij zich manifesteert, is dat de mensen zich houden aan zijn woord. Daar gaat het om. Zeg ik dat zo goed? Ja, denk ik toch wel, ja. Ja. Het is een levendig iets. En dat geeft hoop, dat geeft vertrouwen. En ja, wij kunnen in ons korte leven maar heel weinig. He, iemand als Jurk of iemand als ik, wij kunnen helemaal niet veel. Wat leven wij nou? Wij worden geen 800 jaar. Dat is misschien ook maar goed ook, dat weet ik ook niet. Maar we hebben maar weinig te doen in die zin. Maar we hebben wel belangrijke dingen te doen. Ik zal maar zo zeggen, Perry, wat de lengte van het leven aangaat. Het gaat principieel niet over de kwantiteit van het leven, dus hoeveel jaren dat je leeft, maar over de kwaliteit van het leven. Ja, en de kwaliteit van het leven heb ik pas sinds dat ik weergeboren Christ geworden ben. Ja. Want daarvoor heb ik niet geleefd. Daarvoor was ik een dode in deze wereld. Mm-hmm. Ik heb geleefd naar mijn eigen zin. Ik heb gedaan wat de duivel wilde dat ik ging doen, zonder het te beseffen. En ik heb in feite niet geleefd. Ik ben pas de laatste jaren tot leven gekomen als God mij wakker gemaakt heeft. En als God mij heeft weergeboren. Mm-hmm. Als ik weergeboren ben door de geest. En ik ineens al die afschuwelijkheden heb begrepen die ik al mijn leven gedaan heb. En die ik ondertussen afstotend vind. Ik heb een hekel aan roken. Ik heb een hekel aan alcohol drinken. Ik heb een hekel aan muziek beluisteren. Mm-hmm. Ik heb een hekel aan wereldelijke tijdsverspilling. Mm-hmm. Zoals snoekerspelen, bowlen, pokeren. Al die dingen wat ik vroeger allemaal graag gedaan heb. Ik heb dan een hekel aan. Mm-hmm. En dat is niet omwille van dat ik er gewoon een hekel aan heb. Dat is gewoon omdat mijn karakter compleet veranderd is. En men zegt normaal gezien, de karakter van een mens is gevestigd ten laatste als om 25, 26 jaar is. Mm-hmm. Dan heeft de mens zijn karakter, dan vormde die niet meer om. Dat is juist. Mm-hmm. In deze wereld niet. Maar God, die vormt die om zelfs als je 99 bent. Ja. Ja? Ja, ja, ja. En dat heeft hij met mij gedaan. Ja. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Dat kan men zich niet voorstellen. Het is daadwerkelijk die waarheid met die Jezus Christus mij vrijgemaakt heeft. En waar ik ineens besef dat ik van deze wereld niets meer moet hebben. Ik probeer
tenminste zo te doen gelijk Jezus Christus ons bevolen heeft. Wij leven in deze wereld, maar we mogen niet van deze wereld zijn. We moeten ons geen schatten vergaren op deze aarde, waar motten en roest ze gaan opeten, maar we moeten onze schat vergaren in de hemel, waar hij eeuwig blijft en waar hij daadwerkelijk iets voorstelt. Ja? Dat wil zeggen, we moeten spiritueel werken. We moeten niet, ja, natuurlijk moeten we hier in het systeem ook werken, tussen aanhalingstekens, om onze centen te verdienen, om te overleven. Dat staat buiten kijf. Maar ook met die jobs moet men zien wat men doet. Ik zelf ben zelfstandige wijnhandelaar en ik ben vandaag de dag niet beschaamd om open toe te geven. Ik werk alleen maar zoveel als ik nodig heb om absoluut het minimum te kunnen bekostigen. Ja. Om mijn huur te betalen, om mijn eten te betalen. Ja. Ik heb heel veel schulden, dus ik heb daar niks op tegen als iemand mij een keer zegt van Jörg, kan je zo en zoveel geld kan doneren? Daar heb ik geen probleem mee, als lang als dat niks aanhangt. Maar ik heb daar ook geen probleem mee om die schulden te hebben, want ik weet dat God altijd voor mij zal voorzien. Ja. Weet je? Ik maak het nu juist deze dagen mee. Ik kreeg iets meer dan een week geleden en ging ik op mijn homebanking. En op mijn homebanking staat, meneer Glisman, je hebt tot 29 juli om ervoor te zorgen dat uw privérekening, die min 10.000 euro staat, op nul te zetten. Want dat moet om de 5 jaar. En ik wist dat niet. Mm-hmm. Ja, waarom moet ik binnen de 14 dagen 10.000 euro vandaan krijgen? Ja. Ja. Vandaag staat mijn rekening 1000 euro in plus. Oh. De voorwaarde van de bank was dat die rekening aangevuld wordt voor minstens 24 uur. Vandaag staat ze 11.000 in plus en dinsdagmorgen zal ik terug ervoor zorgen dat ik dat geld terug aan die mensen overschrijf die het mij geleend hebben voor die paar dagen. Oh, ja, maar is dat niet schitterend hoe dat God werkt? Ja. Huh? Ja, precies. Ja, je moet je dus geen schatten op aarde verzamelen, maar je moet je schatten in de hemel gaan verzamelen. En hier op aarde doe ik juist zoveel als wat ik nodig heb en geen tut meer. En kan al die andere tijd gebruiken om schitterende dingen te lezen, om mij voor te beelden in het woord van God. Ik heb deze week een fantastisch PDF ontdekt over Martin Luther. Niet van Martin Luther zelf, maar het noemt Martin Luther Translations and True Prefaces on Islam. Op 14 bladzijden schrijft hij hier over de islam. Hij schrijft het in meer bladzijden in zijn eigen boek, maar dit is een samenvatting van zijn werken. Mm-hmm. Ik heb dat nu gelezen. Translations of Two Prefaces of Islam. Preface to the Libellus, De Rito et Morbius, Turcorum. Turcorum comes from the Turk, ja? Mm-hmm. Van 1530. En Preface to Bibliandus Edition of the Quran from 1543. Ja? Bij Sarah Henry en James L. Boyce. Ik ga het waarschijnlijk dit weekend met Brett gaan lezen, omwille van dat het zeer interessant is, omdat Brett ook een broer heeft die getrouwd is met een Mohammedaanse. Dus allemaal interessant. Ja, ja, allemaal interessant. Dan, nou, dus even tussendoor, maar voordat ik het vergeet. Tuurlijk, ik zou heel tuurlijk graag die link willen hebben, want ik heb een vriend en die is heel geïnteresseerd in het Mohammedanisme. En die zal dit ongetwijfeld, die zal hiervan smullen. Ja, om eventjes een keer duidelijk te zijn, dit papier van die twee mensen is dus gebaseerd op heel veel bronnen. Mm-hmm. En deze bronnen zijn hier ook vermeld. Dat zijn voornamelijk Luther's Works. Dat is hier On War Against the Turk. Dat is in LW. Dat vind je dus in de Weimarer Archieven van Martin Luther. Mm-hmm. Nummer 46, pagina 170 tot 71. Ook hier heb je een uitleg van de 95 Thesis, wat hier aan de basis genomen is. Ja. En dat is nog een ander. Hier ziet je al die werken van Martin Luther, waar die quotas uitgenomen zijn. Dus dit hier is niet het eigenlijke werk van Martin Luther. Daar moet je dus heel veel van zijn werken gaan genereren. En daar ben ik in de toekomst ook van plan om te doen. Maar deze 14 bladzijden zijn schitterend om mee te beginnen. En je krijgt een overzicht over Martin Luther en wat hij dacht van de Koran, wat hij dacht van de Mohammedaan. En om het eens een keer op een heel simpele punt te brengen. Martin Luther heeft op een bepaald ogenblik gezegd, de paus is de antichrist, dat weten we, dat heeft hem altijd al gezegd. Want de paus is de spirituele antichrist en de Turk is de vleeselijke antichrist. Mm-hmm. Mooi verdeeld, hè? Vooral omwille van dat wij weten dat ja de spirituele antichrist, het pausdom, de Romeins-Katholieke Kerk, aan de basis ligt van het oprichten van het Mohammedanisme. Ja. Wat we vandaag de dag islam noemen. Mm-hmm. Ja? En ik vind die opdeling heel, heel schoon. Ik vind dat ook heel schoon om eens een keer daarover na te denken. De Bijbel spreekt op bepaalde plaatsen over de antichrist, maar ook over de valse profeet. Mm-hmm. Ja, wie kan de valse profeet zijn? Bijvoorbeeld Mohammed. Mm-hmm.
die zich ja zelf de profeet noemt, hè, de islamisten, de mohammedanen, zeggen van er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn profeet. Ja, klopt. Ja. Ja? En dat is een valse profeet, hè? Want dat is de profeet die niet uit de Bijbel staat, hè? Dat is die man die de hele tijd denkt aan zelfmoord, by the way. Ja, oké, okay, maar kijk, laat ons in al die dingen gaan aftrekken. Laat ons gewoon eens een keer met de basis bezighouden. Mm-hmm. En dat is ook wat dit papier doet, het houdt zich met de basis bezig. En Martin Luther dekt er veel fouten van het Mohammedanisme op, ook al heeft hem zich nog niet al te veel daarmee bezig gehouden. Want hij zegt, ik moet dat allemaal nog leren, ik wil ook de Koran hebben. En in zijn tijd was dat niet gemakkelijk, de Koran te bemachtigen. Mm-hmm. Maar in 1542 heeft hij een Koran gekregen in Latijns. Aha. En hij heeft maar geleefd tot 1546, maar vanaf die tijd had hem dus wel de mogelijkheid om zich met de Koran ook bezig te houden. Dat staat er allemaal in dat papier plus andere dingen en dat is dus heel interessant en dat zal ik je zeker gaan geven, kun je gaan bekijken. Nu, je hebt er straks gezegd dat jij een opname wilde doen in verband met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en ja. Ik had een keer gezegd van laat ons toch eens gewoon een keer een opname doen, gelijk dat je al van die opnames doet waarvan ik hier een stuk of 25 in mijn e-mail in inbox heb staan die ik altijd nog niet heb bekeken, want al die verschillende beschouwingen die je doet, die zijn heel vaak zo interessant, maar ik heb gewoonweg niet de tijd om dat allemaal te kijken momenteel. Dus ik zit een beetje daar. Het is geduld. Maar ik vind jouw beschouwingen dus echt heel interessant. Ik heb de laatste nu nog niet bekeken. De laatste die je uitgebracht hebt, of een van de laatste, was iets van dat je 90 dagen vrijzet van je rook- en wietgebruik. Ja. Laat ons toch een keer zo'n beschouwing, laat ons daar eens een keer over praten. Ik ben gewoon je gast en je praat gewoon frank en vrij over wat dat je wilt. En ik val in als ik inval en we spreken dan. Als je dan over de Eerste of Tweede Wereldoorlog wil spreken, dan brengt het gesprek je daar naartoe. Maar Perry, ik ben vandaag jouw gast. En als jouw gast moet ik eens een keer mijn snuit gaan houden en jij neemt het woord een keer over. Oh, oké. Nou ja, in het kader van dat stoppen met drinken en blowen, dat was voor mij op een dag heel duidelijk. Het was een zondag. En ik kapte ermee. Ik wist dat het afgelopen was. Ik heb gebeden. En ik bid niet zo vaak, want ik vind niet dat je God moet lastigvallen om allerlei dingen. Maar toen dacht ik, nu kan ik een steuntje nodig hebben. Mag ik daar even invallen? Ja, kom dan gelijk. Je bent nog juist begonnen, maar ik moet je invallen. Ja, dat is zo belangrijk. Ik heb ook gebeden voor te stoppen met roken. Iets meer dan 2 jaar, denk ik, ondertussen. Of 2 jaar geleden ondertussen. Ik weet het al, ik hou de tel niet bij. Ik dacht 2017 oktober. Dus dan is het nog geen 2 jaar. Mm-hmm. Maar ik heb nooit niet kunnen stoppen met roken. Na 35, 36 jaar die ik gerookt heb. Mm-hmm. Zonder de hulp van God. Ik heb gevraagd dat als het God pleziert dat ik daarmee stop, dat hij mij in de naam van Jezus Christus alsjeblieft helpt dit te overwinnen. Ja. En ik heb op een avond mijn laatste sigaret gerookt en ik heb sindsdien geen sigaret meer aangepakt. En ondertussen word ik zelfs misselijk als ik in de buurt van sigaretten rokende mensen kom en dat ruik. Mm-hmm. Kan zelfs niet meer tegen de rook. Nee. Vroeger heb ik altijd als roker gezegd, ja, niet roken is overdrijf maar niet, zo erg is dat niet. Ja toch, het is zo erg. Ja. ik heb dat niet, maar dat... Komt nog. Misschien. Maar vandaag op mijn werk dan, hè? Ik heb nu een heerlijke baan gevonden. Maar dan, die mensen die dan roken, dat zijn wel hele relaxte, leuke mensen. En die paffen dan, en dat maakt mij het uit. Ook op straat raak ik het ook. Dan denk ik, hey, er rookt iemand. En dan zie ik iemand voorbij lopen met een sigaar. Dan denk ik wel gelijk, waarom doe je lopen en roken? Ik vind dat dat niet hoort. Ik vind dat als je dan toch gaat roken, dan ga je lekker een momentje voor jezelf nemen. En dan ga je lekker achterover zitten en niet roken terwijl je op straat loopt. Dat zou ik dus niet doen. Maar ik vind het, ik ruik het wel heel duidelijk, maar voor mij, ik zie het echt dat ik, voor mezelf wil ik het niet meer. Ik wil ook die drank niet meer en die wiet ook niet. Dus het is in één klap sloeg het om bij mij. Maar nou is het genoeg geweest. Ik heb het ook zoveel gedaan, Jurk. Dat net zoals elke dag slagroom eten, dan op een dag gaat het die slagroom je tegenstaan. Hè? Mm. Dan lijkt het wel zo lekker, maar als je het elke dag doet, dan nee. En er ging voor mij een nieuwe wereld open. Ik denk, ja, nu zie ik ook weer voor mezelf een mogelijkheid. En ik heb dus die baan gevonden als ondersteunend medewerker in de gehandicaptenzorg. Nou, dat is de hemel op aarde voor mij. Ik vind het zo fijn. Mm-hmm. Dan hoef je... Kijk, het is geen hoogstaand werk, daarvoor hoef je er niet te komen. Maar het is werk wat nut heeft. Want die gehandicapte mensen, die kan je niet aan hun lot overlaten. Onder geen enkel besef.
die mensen hebben echt dagelijks verzorging nodig. Er zitten erbij, die kunnen niet eens praten. Die hebben mismaakte lichamen. Die kunnen niet eens rechtop zitten. Ik wil vragen, spreekt u over lichamelijk gehandicapten of over psychisch geestig gehandicapte mensen? Allebei. Want de geestig gehandicapte mensen is nogal heel gevoelig, heel moeilijk om mee om te gaan als men daar geen ervaring mee heeft. Hè? Ja, ik zal je vertellen, ik had een leuke, dat was vorige week. Toen had ik de woonkamer, had ik een woongroep, moest ik schoonmaken. En dan moet je het dweilen wissen en je moet ook de wasjes draaien en de was sorteren en dat soort dingen. Toiletten schoonmaken, douche schoonmaken. Maar ook de woonkamer en daar had ik de zithoek had ik afgenomen met een nat doekje, vochtig doekje. En er lag een kussentje in een van die stoelen. En dan had ik dat kussentje in een andere stoel gelegd en die stoel schoongemaakt. Maar er niet om gedacht om het kussentje terug te leggen. Mm. Dan kwam een dame die kwam van boven naar beneden. Van, wat is hier allemaal aan de hand? Hier, de dag zal beginnen. En die ziet dat kussentje verkeerd liggen. Nou, dat werd een scheldpartij, joh. Zo had ik net. En toen kwam er even, die vrouw die ging maar door. Hè. En dan had ik ook bij de eettafel hadden ze daar, had ik ook de stoelen opzij gezet. Ja, ze hier is ook een puinhoop. Dan had ik ook het kussentje lag verkeerd. En zei, nou, dat ging maar door. Toen kwam een begeleider, die kwam er even bij. En die zei tegen haar van, je hebt het nog één keer gezegd. Nou is het genoeg geweest, hè? Nou, toen ging ze dus zitten, zei ze niks meer. Maar iedere keer als ik langs liep, en keek ze zo naar mij met zo'n scheve blik. Oh ja, ik ben het niet vergeten hoor, maar jij hebt mijn kussentje verkeerd neergelegd. En dan vandaag, de afgelopen week heb ik op het activiteitencentrum schoongemaakt. En daar gaat zij dan onder andere, met andere mensen ook, die gaan naar het activiteitencentrum toe. En dan worden ze bezig gehouden. Hebben ze, mogen ze schilderen of wat anders, niks verplicht of zo. En daar was ze dan ook. En toen riep ze mij en zei ze, kijk eens wat een mooie foto's ik heb. En had ze dan zo'n smartphone met leuke foto's. Dus ja, dan was het allemaal weer vergeten of bijgelegd. Ik vind het helemaal niet erg. Dat zijn mensen die, ja. Kijk, het is erger dat je dat soort mensen hebt en die staan niet te boek als dusdanig en lopen gewoon in de rondte. Want die ken ik ook. Ik ben getrouwd geweest met zo iemand. Als ik een huis tijdens het huwelijk van mij ging schoonmaken, opruimen, had ik hetzelfde probleem. Maar dan was er geen begeleider die erbij kwam en even tegen haar zei van zeg, één keer gezegd is genoeg geweest, hè? Nee, zelfs de relatietherapeut die keek mij erop aan. Van wil je haar niet zo overstuur maken als jij gaat schoonmaken? Ja, dan krijg je er van de andere kant. En nou doe ik dit heerlijke werk, ik kan niet anders zeggen. Dat is lekker contact met die mensen ook. Ik heb zelfs een aanbeveling al gekregen en vandaag werd ik benaderd door een groepsleider en die zei van nou, we willen je wel hebben op die en die locatie en kan je dan zo en zo lang en kan je dan ook eens koken. Dan dacht ik, nou, nog leuker. Dan gaan we koken, is een hobby van mij. Dan is het daar niet heel hoogstaand koken natuurlijk, maar dan nog, dat maakt me niet uit. En ik weet dat al het werk wat ik daar doe, dat is goed aardig. Er zit niks hoogvaardig in. Het is geen ijdelheid of zo. Nee, maar merkte nu hoe dat God jouw leven terug op een rechte spoor zet. Ja. Waar je daarvoor in feite alleen maar bezig was met van de ene kroeg naar de andere of altijd naar dezelfde kroeg te gaan. Ja, die boot. Thuis elke dag 3 liter zwaar bier te drinken, ja. Jointjes te roken en in feite de ganzen dag niks te doen. Ja. En nu in ene keer zeide je nuttig, ja. Zeide je gevraagd, voel je jezelf ook wat, ik zal maar zeggen, geliefder, belangrijker, ja. Belangrijk. Ja. Je hebt een waarde teruggekregen voor deze maatschappij, ja. Daardoor dat God in je leven gewerkt heeft. Hè? Ja. Ja. Zo zie ik dat. Dat is een heel lekker gevoel. En ik kan mijn handelen ook verantwoorden. Ik kan het ook tegen, nou, bijvoorbeeld naar mijn dochter toe. Ik kan ook zeggen, van, nou, mijn dochter zit ook in die business, maar dan op het professionele niveau van begeleiding en zo. Hè? Mm-hmm. Zij doet een HBO-opleiding op dat, dus hoger beroepsopleiding. Hoger beroepsonderwijs. Dan zei ik nog een grapje tegen haar. Ja, straks hebben we nog de situatie dat jij ergens manager bent. En dat ik daar binnenkom met een emmer en een mop. En dat ik eigenlijk kan zeggen, ja, dat is mijn pa. Want ik hoef me daar niet voor te schamen. Ja, dus, mooi eerst die is zich dan. Die is zich, dat is mijn pa, maar die is er niet echt goed voor om een keer een vod en een emmer vast te pakken. Nee,
En het werk te doen dat gedaan moet worden. Daar is toch niks mis mee. Gedaan worden. Daar is toch niks mis mee, ja, natuurlijk. Weet je, iedereen gaat scheiden op toilet, maar niemand wil de toilet kruisen, hè? Ja, precies. En zei sorry, ook, gisteren zei een dame nog tegen mij, toen ze dus zei tegen mij van ik ga je aanbevelen. En dat kwam vandaag gelijk dus uit, ook dat ik die aanbeveling was doorgegaan. En bij dat gesprekje dus zei ze van ja, wij hebben een gebrek aan mensen die dit werk willen doen. Gewoon schoonmaken, ondersteunend werk. En dan met name als het dan gaat om gehandicaptenzorg. En ze zei, we kunnen wel mensen krijgen, maar die spreken geen goed Nederlands. Ja, dat is het probleem, ja. En dat is natuurlijk niks ten nadele van die buitenlandse mensen. Maar het is ook wel handig als iemand die de play schoonmaakt, dat hij goed Nederlands kan. Zodat je er een grapje mee kan maken en even wat dit, dat, dat. En een kwinkslagje of zo. En daarvoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Dat is leuk. Dat is fijn, dat schept een band. Hè? Maar dan dacht ik ook, ja, potverdorie, dus die andere Nederlanders, die kunnen dit werk ook doen, dit kan iedereen doen. Maar daar halen ze dan kennelijk hun neus voor op. En dan moeten Turkse mensen het maar gaan doen, of Marokkaanse mensen, of whatever. Hè? Nou ja, maar dat heeft natuurlijk ook, dat heeft toch ook heel vaak daarmee te doen, Perry, dat de betaling in deze werk niet zo bijzonder goed is en dat de meeste Nederlanders, gelijk de Belgen en de Duitsers ook, zich daar te goed voor zijn, omwille van dat ze daar niet genoeg voor betaald krijgen. Ja. Ik bedoel, je moet natuurlijk ook zien, als je zo'n job hebt, als je alleen die job hebt als inkomen, daar kun je niet van leren. Ja, in mijn geval kan dat. Dus wel omdat ik... Ja, maar niet iedereen steelt zijn appartement gelijk jij. Hè? Je betaalt je bekend geen huur, hè? Ja, ik betaal wel huur, maar dat is €370 in de maand. Dat is niet... Ja, bij mij is het €850 koudhuur die ik moet betalen hier in België. Ja. En niet omwille van dat ik hier in een groot appartement leef. Ik heb 100 vierkante meter. Mm-hmm. 96 en ik leef met mijn moeder. Dus niet luxe groot, hè? Nee, ik ben bij jou thuis geweest. Dat ja, maar ja. Wel, dus... wel een heel mooi balkon op het zuiden. Dat... Ja, oké, maar dat, als je dus de warme huur rekent, zit ik aan €1100 hè, per maand. Wow, ja. Dat is dus een beetje een pak meer als wat jij moet betalen. Hè. Dus ik zou van zo'n job gewoon weer niet kunnen leven, ook al zou ik dat misschien graag doen. Hè. Ja, daar heb je een punt, dat is zo'n manier. Ja. En vele, en dan komen natuurlijk dan die mensen wel, die zogenoemde immigranten, zoals ze die zo graag noemen. Ja? Of in Duitsland zeggen ze ja, Deutsche mit Migrationshintergrund. Mhm. Ja, dus Duitsers met een Migratieachtergrund. Ja. Dat is een heel mooie manier om dat te zeggen. Allee, in elk geval, die mensen worden dan... En ik meen dat echt, hè? Ik heb daar medelijden mee. Die worden misbruikt. Voor dan deze werk te moeten doen aan een betaling. Dat een Duitser, een Belg of een Nederlander nog niet aan zou pijzen om uit zijn zetel te komen. Nee, precies. Ja? En wie is dan diegene die eronder te lijden heeft, Perry? Dat zijn die, voor die moet gezorgd worden. Hè? Ah, ja. Dat zijn die gehandicapten, dat zijn de ouderen, dat zijn de zieken, dat zijn de zwakken in onze maatschappij, waar niemand niks mee wil te doen hebben. Ja. Oh ja, doch, wacht, één keer per jaar. Daar vieren ze zo'n feest, dat hebben ze vroeger in Rome, hebben ze dat het feest van de Saturnaliën genoemd. Vandaag de dag noemen ze dat Kerstmis. Aha. Rond die dagen worden die mensen altijd een beetje zwak aan hun hart. En dan vinden ze toch van, ach, de gemeenschap, daar moet men toch iets voor doen, en liefde, en bla bla bla, weet je? Ja. Maar rond het jaar door kijken ze dan niet naar om. En dat noemt zich dan socialisme. En als er een behoeftige op straat zit, mm-hmm. en die heeft geen onderdak, en die heeft geen werk, en die streekt zijn hand uit en vraagt om een euro om wat eten te kunnen gaan kopen, mm-hmm. dan gaan van de 10, 11 mensen daar voorbij zonder hem ook nog maar aan te durven kijken. Ja, klopt. Ja? En dan krijgen we te doen met de zogenoemde barmhartigheid of... welzijnswerking, hoe noemt dat daar? Charity, wat is dat in Vlaams? Liefdadigheid. Liefdadigheidswerken van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Nog veel erger. Dan zijn we weer bij dat onderwerp. Die kerk zorgt in de eerste plaats ervoor dat deze arme mensen, zieke mensen en mensen zonder onderdak überhaupt eerst zijn. Ja, ja. En dan doet ze huichelaarachtig om deze mensen dan zogezegd te helpen. Hè? Ja. Als de paus dan eens een keer 20 daklozen in de Vaticaan uitnodigt voor een keer bij hem te komen eten. Hè? Ja. Zorg dat die mensen daarmee geholpen is. Hè? Ja, in de Vaticaanstad hebben ze zoiets van 2 immigranten opgenomen.
Ja, maar dann trek ik toch echt meine Hut vor Menschen so als jou, die so einen Job annehmen, so ein Werk annehmen und da tageliks naartoe gaan und dafür sorgen, dass diese Randgruppe von unsere so gesagte Maatschappij doch auch noch ein keer ein bisschen Erkenning und Versorgung anfinden. Ich finde das heel fijn von jou. Dat is leuk, want ik kwam vandaag kwam ik er binnen en er stond ergens een deur open van een groep. En een van die bewoners, zo worden ze dan genoemd, geen patiënten, maar bewoners. En die zag mij lopen en die stak zo'n arm uit en die zwaaide zo naar mij. Van, hey! En ik zwaaide zo terug. Ja, die mensen vinden het leuk. En die begeleiders, die moeten alleen maar lachen. Die vinden het allemaal best. Die zijn al lang blij met een blije schoonmaker. En ik ben ook blij, want ik hoef geen 40 uur in de week te buffelen. Ik hou voldoende tijd en energie over om mijn passie, dat is computers programmeren, om dat te doen. En tijdens dat schoonmaakwerk krijg ik invallen. Vandaag was ik ook, kreeg ik een inval tijdens het moppen. Dan heb ik even een pennetje gepakt, of een blaadje, zo wordt gekrabbeld. Die aantekeningen liggen hier op mijn commode. En zo dadelijk ga ik lekker programmeren. Want programmeren is toch 100% inspiratie en maar 10% transpiratie. Je moet gemotiveerd zijn, je moet het goede idee hebben. En ook die komen, by the way, van God, naar mijn mening. Ik heb echt, tijdens mijn, ik ben al heel veel jaren ben ik bezig aan het ene hele grote project. Ik voel me af en toe net een Noah die aan een boot aan het bouwen is en iedereen zegt, je bent een idioot. Maar dat ik maak, wat ik maak is een informatiesysteem waarmee de wereld geregeld kan worden. En dat is een systeem en het is van ons. En dat is niet van Bill Gates of een Allison of zeg het maar. Het gaat om een principe, het gaat om een idee. En een idee kan je niet, daar kan je niet een patent op aanvragen. Want iets wat correct is, is correct. 2 + 2 = 4, daar kan je geen patent op aanvragen. Dus daar ben ik aan het werken. Dus wat ik achterlaat, dat is voor iedereen. En daar wil ik het voor doen. En geld, denk ik, ja, ik heb veel geld verdiend. Maar ik heb ook ontdekt dat als je veel geld op je spaarrekening hebt staan, dat er mensen naar je toe komen en zeggen, nou, ik heb een geweldig idee, wil je investeren? En dat heb ik nog gedaan ook. En dat geeft een hoop gezeurjurk. Och, joh. En dat ik denk, achteraf denk je van, ja, ik vond hem zielig, dus ik heb maar geïnvesteerd. Maar uit al die toestanden die je ermee krijgt, en je raakt die poen nog een keer kwijt ook. Nou, dank je wel. En de laatste keer dat er iemand op mij afkwam en die zei, nou, ik heb een geweldig idee en dan heb ik €6.000 nodig. Toen zei ik, oh, nou, ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank. En die keek hij mij zo aan en zei, ja, maar ik kan het niet van jou lenen. Ik zeg, nee, ik heb geen geld meer. Huppakee, gelijk van het probleem af. Ook helemaal geen discussie meer van, ja, maar het is een goed idee. En ik heb er niet meer over na te denken. Ik wil helemaal geen bank zijn, ik wil niet investeren, ik wil me geen geld verdienen in die zin. Ik wil zo leven dat ik mijn eigen leven kan verantwoorden aan, ja, noem het maar, dat wat telt. Als ik een sterf, dat ze zeggen, leuk dat je er bent, je hebt aardig wat staan op je rekening. En die bankrekening hier op aarde, ja, laat maar gaan. Al staat hier in de min, wat maakt me dat uit? Ja, toch? Ja. Ik kan daarover meespreken. Ik heb 2 rekeningen die in het min staan, dus. Mm-hmm. Allee, op dit moment niet, hè. Op dit moment is het maar 1. Ja. Wacht tot dinsdag. Dan is het beeld terug recht gerukt. Ik heb wel wat geld. En ik krijg nog wat geld van iemand. Die heeft mij besodemieterd. Nou, die gaat ook betalen. Dat vind ik wel. En van dat geld, ja, dat gaat naar de belastingdienst en met andere mensen. En zoals het er nu uitziet, kan ik van die 20, 24 uur in de week dat ik moet werken, kan ik mezelf bedruipen en dan kan ik nog een beetje sparen ook. Voor als ik een nieuwe Macintosh nodig heb, want dat moment komt er wel aan. Die laptop van mij, die draait ook weer een paar jaar. Ja, meer moet je toch niet hebben? Nee, ja, een nieuwe spijkerbroek kan er ook wel een keertje bij. Maar ik heb nog jassen genoeg, ik heb sokken genoeg, onderbroeken genoeg, t-shirts genoeg en sweaters ook. En ik heb laatst weer iemand, die had ik een dienst bewezen door die heen en weer te rijden naar Jeleen. Dat heb ik van haar vader een nieuwe pet gekregen. Ja. Dus een nieuwe pet heb ik ook niet nodig. Nee, al die spullen. Ik heb heel veel spullen heb ik via Marktplaats verkocht. Dat was wel prettig. Dan heb ik er weg met die dingen. Mijn dochter zei nog, dat en ook, maar dat is een hele mooie gitaar. Ik zei, ja, maar daar speel ik niet meer op. En ik, wat heb ik aan spullen om als ik er niet op speel? Heb ik liever dat ik het verkoop. Dan gaat een ander er maar op spelen, toch? Ja.
Ik heb nog twee gitaren gehouden. Ik denk, nou, die zijn nog van mij. En dat is dan, ja, als ik dan ga hemelen, dat ze een feestje kunnen geven. En dan moet je die... speel je nog met je groep? Nou, de leadgitarist is overleden. Ah. Dus, daar zit even een beetje de domper op, ja. Ja, die man kreeg een hele vervelende bacteriële infectie. Die is helemaal doorgeslagen. En ze moesten ze hem in leven houden, maar de een na de andere lichaamsfunctie begon uit te vallen. En zijn nieren vielen ook nog uit. Toen hebben ze tegen zijn vrouw gezegd, hij was getrouwd, hebben ze tegen zijn vrouw gezegd van nou, als je het klaar vindt, dan stoppen wij met beademen en dat soort dingen. Dan trekken we de stekker eruit. Dus dat is geen euthanasie. Ze hebben hem niet doodgespoten, maar... Nee. Maar ze hebben de natuur zijn werk laten doen, ja, zoals het hoort. Ja, dat kan ik zeggen. En dan misschien wel iets van morfine erbij om eventuele pijndingen te verzachten. Maar dat was het dan. En ik weet van hem, van hoe hij dus geleefd heeft, dat hij dat ook... Dat hij dat geen bestaan vindt. Dat je als een kastplant in een bed ligt met allemaal slangen erin en slangen eruit en... bliep monitoren en dat zijn vrouw dan 2, 3, 4, 5 keer per week naar het ziekenhuis moet komen. En hij kon alleen maar communiceren door, hij kon een heel klein beetje zijn vinger bewegen. Dat was het. Dat was alles. Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Nou, het is gelijk je dan straks gezegd hebt, het gaat niet over de kwantiteit van het leven, maar de kwaliteit van het leven. Ja. En bij mij is het dus duidelijk zo dat ik voel dat God mij herboren heeft en dat door die herboring mijn leven in feite pas opgepakt heeft. En ik denk dat jij voor het moment ook zoiets meemaakt. Ja. Met vroeger. Ja. Ja, precies die dip. Ik heb niet altijd zoveel gedronken, maar die dip die ik heb meegemaakt, dat was een duidelijke dip om mezelf duidelijk te maken en mijn omgeving misschien ook wel. Dat wat ik toen aan het doen was, dat ik gefrustreerd was, dat ik boos was, dat ik... Blablabla. En nou, het is waard dat ik dat was. En het is waard dat ik nu kan zeggen dat dat was en dat ik dat niet meer ben. Het is over. Dat is van het ene op het andere moment gebeurd. Bij de gemeente waar ik naartoe ben gegaan, heb ik ook netjes alles opgebiecht. Van, ik heb ontzettend veel gezopen, ik heb ontzettend puinhoop van gemaakt. Maar ja, ik heb nu hulp nodig, dus een uitkering of een wat dan ook. En via de gemeente ben ik dan bij dit werk terechtgekomen. En daar vroegen ze aan mij, van ja, heb je dat dan gedaan met professionele begeleiding, dat stoppen met al die middelen? Ik zei nee, gewoon klap in één keer. Ik heb daar niet gezegd van, ik ben geholpen door de Heilige Geest, we hadden kunnen zeggen. Maar dat was mooi zonder helemaal niks, er hoeft geen therapeut bij te komen, dat is niet nodig. Het gaat om je eigen relatie met het goddelijke, of met God, of hoe je het maar wil noemen. Die wil jij in het reinen krijgen, jij wil werken voor de Heer en voor niemand anders. En ja, dan heb je gelijk een baan. Zoals dat mooie verhaal van Christus met dat de laatste de eerste zullen zijn en vice versa. Mm-hmm. Het koninkrijk der hemelen is als een man die 's morgens naar de markt gaat en werkers nodig heeft voor zijn wijngaard. Dus het koninkrijk der hemelen is als een man. Dus het koninkrijk der hemelen, de plek waar je wil zijn, dat is de grote werkgever. Die zit altijd om mensen te wachten. En het maakt niet uit of je nou 's morgens vroeg al begonnen bent met werken, of dat je pas op het einde van de dag maar een uurtje hebt gewerkt. Je loon is hetzelfde. Dat is een heel mooie parabel. Ah, die is geweldig. Er zijn mensen van buiten het christendom die steil achterovervallen van dit verhaal. Dat weet ik. Iemand als Osho, het zal jou misschien niet jouw fan zijn of jouw idool zijn of zo. Maar Osho, die Indiaanse man, met zijn leer en alles, die had van die communes of zo stichtte die dan. En ik zeg niet dat alles wat hij doet, dat het goed was of zo. Maar ik zeg je wel dat Osho van dit verhaal zei, van, en dat bedoel ik. Want dat is het. Dat is wat Christus Jezus hier zegt, dat is hoe het is. Dat is de echte, harde werkelijkheid. En de rest is schijn, de rest is illusie, de rest is het najagen van wat. Want ik ken die mensen hoor, die aan een baan zitten en... Ik zat bij een vriend in de auto en die heeft bij mij gestudeerd in Wageningen. En hij had een nieuwe auto, ik vond het helemaal geen mooie auto, het was zo'n klein Frans autootje. Ik denk van nou, is dat alles wat je krijgt, weet je wel, van jouw baan? Hij is ook ingenieur.
En toen keek ik op die kilometerteller, want hij had verteld, ja, deze auto heb ik in december gekregen. Nou, ik zat in april bij hem in de auto. Ik keek op die kilometerteller, toen dacht ik, wauw. Die jongen die moest dan 70.000 kilometer per jaar gaan rijden. In zo'n hobbelbak. En dan heeft hij weliswaar een koopwoning met een half rieten dak. En een veel eisende vrouw. En ik, nou, doe mij maar wat anders. Want hier heb ik echt geen zin in. Dan ben je heel hard bezig. Maar 70.000 kilometer per jaar rijden in Nederland. Ja, gaat maar doen. Jij kan je denk ik wel iets bevoorstellen dat dat geen pretje is. Met al die files, toch? Absoluut, ja. Ik heb wel nooit niet 70.000 gedaan, maar er zijn tijden dat ik zo 50.000, 60.000 gedaan heb op een jaar. Ja, ja, misschien overdrijf ik, maar 50, 60, zo, dat echt wel, hoor. Zoveel jaren terug. Ja, ik heb het ook en, 40, 50 gedraaid, ja. En nu schroef ik het echt heel veel terug. Momenteel is het rond de 10.000, 15.000 per jaar maximaal. Ja, prima te doen, ja. Ja, ja, pas op, als zelfstandige wijnhandelaar dan nog, hè. Dus ik heb dan nog mijn kilometers die ik hier en daar moet draaien, maar ik leer mij te organiseren, hè. Mm-hmm. Als ik bij de ene een afspraak heb voor een degustatie en ik heb op de weg of zo ergens nog een levering te doen, dan probeer ik dat altijd samen te leggen en zo ritten uit te sparen, hè. Dus, Even voor de Nederlandse kijkeraar, degustatie is een proeverij. Ah, zo ja, wijnproeverij, ja. Nee, ik plaag je een beetje. Ja. Dat is hartstikke leuk, leren wij ook een beetje Vlaams, hè. Ja. Het is van Frans, denk ik, hè? Degustatie lijkt me Frans of zo, toch? Dat zou kunnen, ja. Déguster, hè? Dat is van ja. Frans, ja. On a dégusté du vin. Hè? We hebben wijn gedegusteerd of wijn geproefd. Ja. 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 Ja, dat is waarschijnlijk een ingevlaamst woord uit het Frans. Ja. Ja. Zoals je veel anglicismen hebt, ja ook, hè? Die vervlaamd worden uit het Engels of waar gewoon Engelse woorden overgenomen worden in de taal, zonder ja. dat je dat beseft. En die je taal dan uiteindelijk kan vervuilen en je eigen taal dus niks meer waard is. En dat is ja. zo het schone aan het Nederlands dat je leest in de Statenvertaling van 1638. Hè? Mm-hmm. Daar leest je nog het echte, schone, oude Nederlands. Ja, ja. En in de Koning Jacobus Bijbel van 1611, daar leest je nog echt het schone, mooie, oude Engels. Ja. En niet dat verwijfde... Aha. Ja, taal kunnen we dat eigenlijk niet meer noemen, hè, wat we vandaag spreken. Hè? In Duits, in Nederlands, in zelfs in Engels. Dat is ja... Dat is toch om ziek van te worden. Het is wel leuk dat jij de term verwijfd gebruikt. Ja, dat zal nu weer niet politisch correct zijn. Nee, dat denk ik ook. Maar, het valt helemaal maar aan niet goed. maar aan politische correctheid veeg ik mijn ars, om het eens ja, een keer lijkt me ook, dat duidelijk Vlaams te zeggen. Ja, ja. Dat is de... Daar kan me dus echt geen baas schelen. Ja. Het is gewoon verwijfd. Punt. Als in de Bijbel van vrouwen vaak te sprake is in de vorm van wijven, dan is dat niet degenererend bedoeld. Mm-hmm. De degeneratie van dat woord wijf is alleen wat wij met ons taalgebruik daaraan toegevoegd hebben. We geven dat woord wijf vandaag de dag een andere betekenis als dat het oorspronkelijk had. Ja, ja, ja. Want er is een heel leuk liedje, een Nederlandstalig liedje. En het luidt dan in een van die coupletten is het... Vijf ijsjes van vijf, vijf ijsjes van vijf, drie voor mijn eigen en twee voor mijn wijf. Vijf ijsjes van vijf. Ja, wijf, ja, in het Engels heb je toch wife? Dat is toch my wife, zeg je dan. Een wijf. Ja, en in Duits, heb je die Duitse versie daarvan, is vibe. Vibe, ja. Was wil dat vibe? W-E-I-B, ja. Ja. Dus, maar dat is dus vandaag de dag, als je dat woord in Duits gebruikt, dan heeft dat dus een degenererende connotatie. Ja, bij ons is het ook zo. Maar daarbij is het helemaal niet degenererend. Het is gewoon oorspronkelijk daarvan. Ik bedoel, wat zullen ze zeggen? Zullen ze altijd mannen noemen, omdat ze van de man komt? Ja. Gelijk in de Bijbel staat, hè? Mm-hmm. Ik wil ze mannen noemen omdat ze van de man komt. Ja, mannen, ja. Ja, ja mannen. Ja, ja mannen. Ja, dat zullen ze ook niet leuk vinden. En je hebt trouwens in het Engels het woord woman. Dat is ook... Ah ja, dat is toch ook de mannen, hè? M-A-N. Ja, ja, ja. Woman. Ja. Woman, die ga je krijgen. Wow. Ja. Dat is wel leuk. Ik zag van de week Jesse Lee Peterson. Ik weet niet of jullie wel eens kijkt, maar dat is die Amerikaanse pastor, prediker. Zeg dat is een negroïde man. En die heeft heel lang alleen maar gepredikt en sinds een tijdje heeft hij dan een radioshow. Dan begint hij 's morgens om 6:00 bij de pieken, bij de kippen. En dan van 6 tot 10:00 's morgens of zo.
4 uur lang op de radio. En dan heeft hij zoals de standaard onderwerpen. Hij is dus christelijk. Hij vindt het altijd homoseksualiteit. Dat vindt hij allemaal belachelijk. Feminisme en alles. Dat vindt hij ook idioot. En dan had hij dan Roseanne Barr. Had hij geïnterviewd. Mm. Die ken je denk ik wel. Van die Roseanne. Nou ja, die ken ik. Dat is een snedige dame. En nou, die wilde dan bij hem wel op interview komen. En zij mag dan weten waar hij voor staat. Hè? En zij is Joods. Dat vertelde ze in het interview. Dus nou, wat de Bijbel betreft. Het Oude Testament is dan de Joodse boeken. Dus hebben we geen enkel probleem. En toen vatte hij zo even samen van... Kijk, ja, het zit namelijk zo. God boven Christus. Christus boven de man. De man boven de vrouw. En de vrouw boven de kinderen. Just. Roseanne Barr, zo. Dat is grappig. Ja, zei ze. Wacht eventjes. Ik vind het altijd goed, maar... De man boven de vrouw? Maar toen gaf Jesse Lee Peterson daar netjes antwoord op. Ja, en dat bedoel ik zo. Kijk, een man, een of andere bruut... Die van, ik ben een man... Ja, die niet. Want het gaat om de man die onder Christus staat. Het gaat om spiritueel. Het gaat om het spirituele hoofd van de familie. Ja, ja? Christus is de hoofd van de man. Mm-hmm. De man is het hoofd van de vrouw. Mm-hmm. En samen zijn man en vrouw de hoofden van de kinderen. Ja. Ja. Ja? En het gaat hier over de spirituele. Het gaat niet over een of andere macho die zijn vrouw slaagt en geweld uitoefent en macht uitoefent die hij niet heeft. Ja. Maar het gaat over de spirituele leiding. Het gaat erover, daarom mag ook de man, als hem in de kerk gaat... Allee, we zullen een keer liever spreken van in de tijd van Jezus. Als de man in de synagoge ging, mocht hij zijn hoofd niet bedekken. Maar de vrouw moest haar hoofd bedekken. Mm-hmm. Want de man ging in de synagoge, de leiding kregen van de Heilige Geest en van die priester. Mm. En de vrouw moest de leiding krijgen van de man. Ja. Daarom heeft Paulus ook in Korinthes, dacht ik ergens, dat hem gezegd heeft van de vrouw in de kerk moet zwijgen. Ja, ja. Het is niet aan haar om iets te zeggen. Mm-hmm. En dat is niet degenererend bedoeld of zo, maar er is een duidelijke rolverdeling met verantwoordelijkheden. Mm-hmm. En de vrouw heeft verantwoordelijkheden die de man niet heeft. Ja. En de man heeft verantwoordelijkheden die de vrouw niet heeft. Ja, dat klopt. En die twee moeten samenwerken. En ze moeten dan één vlees worden. Maar voordat ze één vlees kunnen zijn, moeten ze eerst een keer één geest worden. Yes. Yes. En als ik niet mijn vrouw niet één geest ben, maar ik onderdruk ze, ja, dan ben ik ook niet het hoofd van mijn vrouw. Dat is absoluut belachelijk. Maar ja, je hebt zo weinig christelijke mannen en je hebt zo weinig christelijke vrouwen en je hebt nog minder dat een goede christelijke man met een goede christelijke vrouw bijeen kan komen. Maar dan kan het heel schoon zijn. Ik wil je een keer een voorbeeld vertellen, zonder nu namen te noemen. Maar ik ken iemand, die is nog een jongen, die studeert medicijn in Duitsland. Die heeft een vrouw, of die leefde samen met een vriendin. En die had een heel erge ziekte, die had narcolepsie. Ja. En... Hij was altijd al meer godsgelovig dan zij. Mm-hmm. En hij heeft daar op een bepaalde dag gezegd... Ja, je moet gewoon Jezus Christus aanvaarden... en je zult zien, die ziekte gaat van je af. Aha. En van de een op de andere dag was ze die ziekte kwijt. Wat ze al jarenlang had, waar ze naar dokters mee liep... en niks en niemand en niks kon helpen. Mm-hmm. En van de een op de andere dag was ze genezen van die ziekte. Ze was er compleet van af. Maar na een heel korte tijd, als hij dan zei, ja, nu moet je Jezus daarvoor danken en dergelijke dingen meer, met andere woorden, je moet dus in Jezus Christus leven. Mm-hmm. En dan moet je in je leven ook tot uitdrukking brengen, mm-hmm. door te gehoorzamen aan zijn wetten en door naar zijn regels, zeg ik nu maar heel simpel, gewoon ook te leven. Mm-hmm. Maar ze begon opstandig te worden. Dus ze heeft gemerkt, zij is bezeten van een andere geest. Mm-hmm. En ze heeft hem aangemaakt. Ze hebben ruzie gemaakt van hier tot kinder en zijn uit elkaar gegaan. Mm-hmm. En toch is ze teruggekomen. En nu ondertussen zijn die twee op een bijbelse manier, niet voor de wet, maar op een bijbelse manier getrouwd. Mm-hmm. Zij is juist zwanger. Oh. Zij heeft een broer die alcohol en drugs verslaafd was. Ja. En die een kind heeft. Mm-hmm. En dat kind gaan zij nu kunnen adopteren.
Okay. En dat gaat dan samen met hun eigen kind gaan opgroeien. Mm-hmm. En die vrouw is compleet genezen van haar narcolepsie. Ze heeft zich volledig omgekeerd. Ze heeft nu de Heilige Geest compleet. Ze heeft Jezus Christus compleet aangenomen. En die twee leiden een absoluut schitterend leven. In de naam en onder de leiding van de Heer Jezus Christus. Is dat niet fantastisch? Geweldig verhaal, erg mooi. Ook is het zo dat we een uur bezig zijn. Ik heb het gezien. Ja. We gaan er even een mooie afronding bij maken. En dan blijven wij nog even wat nakletsen. Mm-hmm. Nou, en voor de kijker, ik denk dat dit was gewoon onze gedachten laten dwalen. En we hebben van alles aangestipt. Ongetwijfeld dat we naar aanleiding van dit uur... dat we een idee krijgen over hoe we een volgend uur gaan doen. Dat komt vanzelf al. Ik hoop dat jullie dit een interessante uitzending vonden. En dat je er wat van hebt opgestoken. En zijn er dingen die je graag wil weten? Dat je een linkje wil of whatever? Je kan altijd reageren naar mij. Je kan ook direct reageren naar Jurgen. En dat stellen wij heel erg op prijs. Dat er een beetje beweging in het grote geheel zit. En dan, Jurgen, wil jij nog wat ter afscheid zeggen? Ja, ik wilde eigenlijk afsluiten met iets wat ik je nog een keer wilde tonen. Je hebt het vandaag ook al opgemerkt. Daar was iets... wacht eens, daar is een video uitgekomen. Deze hier. Mm-hmm. Dat broeder Michael op zijn BitChute-kanaal openbaar gemaakt heeft. Dat jij gepubliceerd hebt zo lang geleden. Ja. Broeder Michael noemt zich op BitChute Simply The Truth. En hij laat bijna uitsluitend Engelstalige video's omhoog, maar nu dus ook Nederlandstalig. En dat is namelijk een van Perry Winkel, uh-huh, die hier misschien eventjes tot de afsluiting over 2 minuten nog eens een keer kan zeggen waarover het hier gaat. Ja. 666, het getal van het beest, openbaring 13, 18 en de samenhang met de elementen. Ja. Dat is een uitzending, daar heb ik 3 keer in de auto naartoe beluisterd. Ik heb de video nog nooit niet gezien, die zal ik ook eens gaan bezien. Misschien wil je hier eventjes mee afsluiten en dan kunnen we misschien een overleiding maken tot een volgend video waar we dan nog een keer iets dieper op ingaan als je wilt. Oh, dat zou heel erg leuk zijn. Oké, nou waar het op neerkomt is dat 666, 666, dat is de number of the beast. Het wordt in het satanisme gebruikt. Er is ook een symbool wat je kan maken. Dat doe je je wijsvinger op het puntje van je duim zetten. Je andere 3 vingers die staan overeind. En wat zie je dan? Dan zie je 666. Dat nummer vind je terug in het periodiek systeem der elementen. Een rangschikking der atomen. En dat vind je dan terug. Die rangschikking is gepubliceerd voor het eerst in de 19e eeuw. Dus vrij nieuw. En in die rangschikking vind je deze 666 terug bij het element koolstof. En het element koolstof is ons element, ons constituerende element. En dan is de grote vraag, hoe kan Johannes, toen hij aan het schrijven was aan het boek Openbaring, geweten hebben van deze numerieke verhouding? Nou, dat was het. Nou, dan zeg ik samen met Jurk op zijn hamburgs. Tjus. Tjus. En dag lieverd.